kijkers van mijn kanaal. Mijn bestellen, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oftewel Rotjoch. En vandaag speel ik weer iets nieuws op mijn channel. En eigenlijk opnieuw op mijn server, want het is eindelijk zover. Factions is open en het is hartstikke tof. Dus op play.rotjochie.nl kun je factions spelen. Mensen spelen, 150 mensen spelen. En 80 spelen factions, 66 spelen survival. Het gaat hartstikke goed op de server. Dus jullie zijn van harte welkom op play.rotjochie.nl. En natuurlijk op teamspeak is ts.rotjochie.nl. En vandaag ga ik beginnen met de serie, natuurlijk de allereerste episode van Rotjoch Factions. Yeah! Ik heb er heel erg veel zin in. En deze mensen ook natuurlijk hier die allemaal ziet. X-Jax, leuk dat je kijkt en zo. Hartstikke top. In ieder geval met deze mensen. Nou, met deze mensen, met mezelf vooral. Ga ik eerst de keer factions opnemen. En op dit moment ben ik om mijn eentje. Ik heb mijn eigen faction gemaakt aan de baas G. En ik weet niet waarom. Maar ja, ik wil in mijn eentje de faction. En we gaan lekker beginnen. Het allereerste wat je kan doen natuurlijk, als je de surf binnenkomt, zien naartoe lopen. Dan kan je hier foto op dingetjes. De Rotjoch crate, de vote crate en de lead crate. Je kan erop klikken en als het goed is krijg je een linkje. Een linkje. Tik. Ja, ik zelf niet, omdat ik de dingen ben. Dat is dom. Tak. En dan kan je de foto op jou, op de server, zeg maar. Zie je? Ik krijg allemaal vote dingen. Ik krijg die beloningen, dat soort dingen. Dan moet je dan gaan linken. En dan krijg je hier twee dingen. Ik kan twee keer per dag foto op allebei de links. 1 en 2. En dan krijg je een key. En met die key, de vote key, kan je hier de vote crate kan je openen. En ja, daaruit krijg je dus een aantal spullen. Wat je ook kunt doen is doneren. Dus donaten. En dat kan natuurlijk ook. Dat kan bijna altijd bij elke server. Oh, thanks for the golden quad apples. Dan kan je de Rotjoch crate openen. En de Rotjoch crate zit hele goede spullen. Zoals inderdaad, dan kan je volgens mij 10 keer kan je een spanner oppakken. Met 100% rate, silk touch, vette dingen, god armor. Je kan hele vette dingen krijgen als je donate in ieder geval. En hier is gewoon VIP en elite crate, dat kan je ook gewoon krijgen. Dus het is hartstikke leuk en sommige mensen die gaan helemaal los mee. Hey, kijk, daar is de andere eigenaar. Annewins, in ieder geval. Ik ben zelf natuurlijk geen donator, maar ik ben de eigenaar van de server. Dus ik heb kit elite. En kit elite is de beste kit die er is. Dus ik ga het even kijken wat dat is, kit elite. Daar ga ik mee beginnen en wauw. Je ziet het, hele inventory is meteen boom. Helemaal vol, want dit is nou ook mijn kit en ik ga het gewoon aantrekken. Het is zeg maar Protection 4 Unbreaking 2, de Elite Helmet van de Dingenrank. Volgens mij kan je die één keer per week uitvoeren als je Elite bent. Je hebt de Diamond Sword, je hebt de Diamond Pickaxe, Golden Apples, OP Apples, Splash Potions of Healing en een heleboel. Nou, zoals je kan zien, ik heb hem al een keer gebruikt. Ja, weet je wat, ik gooi het lekker in mijn Ender Chest. Ik bedoel, waarom ook niet? Het is niet dat het heel erg is dat ik zoveel spullen heb vandaag, want hè. Het is vandaag, ga ik nog niet bijzonders doen. Ik ga niks PvP'en. Misschien wel beneden. Ik ga jullie ook de Warzone laten zien. Ik neem even 16 appeltjes mee, 2 OP appeltjes en hopelijk ga ik gewoon niet dood. Hier ga ik mee beginnen. Want het coole is, als je hier komt, ook de shop is namelijk als volgt. De shop is hier. De shops kan je naartoe gaan en als je de shops bent, kan je, ja, eigenlijk gewoon als spullen kopen die je wilt. Dus ik ga er even naartoe lopen. Hadste flats. En nou, we gaan kijken in de shop. De shop ziet er hartstikke duidelijk uit. De blokshop. Sandstone kan je verkopen, kopen. Zoals Factions werkt. Zoals money kun je zien hoeveel geld je hebt. Ik heb nu 1350 euro. Dat is al het geld dat ik nu heb op het moment. En dan kan je allemaal dingen kopen. Dat is hartstikke duidelijk. Spawnshop natuurlijk beneden. En ja, het is gewoon Factions. Het is gewoon simpel. Factions, de regeltjes. Ik ga er even snel naartoe. Want voor de kijkers die nieuw gaan joinen mijn server. En niet gaan tijd gaan nemen om te kijken. Maar gewoon puur gaan lopen chillen. Ik ga even dit doen. Wat ik even wil doen, eventjes. Want wat ik even niet zo chill ga vinden, is dat ik op options ga staan. En met mods. Al die mensen die voor mijn neus gaan staan durpen. Dat hoort er allemaal bij. Maar ik heb deze mod. Dat is dus die. Dat is dus die rechtsboven. Dat is het kutte. Dat is die rechtsboven. Dan kan je mijn koorts zien. En die koorts, ik ga niet naar mijn spawn toe. Maar naar mijn home toe. Want dan weet ik natuurlijk waar mijn home is. Dan ga je niet meer kunnen raiden. Dus ik moet het volgende keer even uitzetten. Voordat ik dit ga opnemen. Nou, in ieder geval. Geen discriminatie, geen racisme, niet onnodig schelden, luisteren naar de staf, niet hacken, geen reclame maken voor andere dingen, bijvoorbeeld... Minecraft boy 007. Wacht even, mijn... Wat een irritante gast, jongen. Rot is op. Ja, godsomme. Na meerdere waarschuwingen is het ook een ban. Nou, heel simpel. Liegen tegen staf mag niet, zeuren om uit mijn staf. Van bekende spelers niet lastig. Geen AFK-machines natuurlijk. En geen messages sturen. Dat is het belangrijkste. Geen messages sturen naar Rotjochie. Dat doe je dat niet. Ik heb geen zin om mijn toggle uit te zetten. Ik weet dat ik het kan. Maar ik wil het gewoon niet. Stuur me gewoon geen message. Want ik, ja, ik ga het nog niks melden. Alright, in ieder geval de Warzone. Dit is volgt uit. Dit is het. Het is fucking sick. We gaan lekker naar beneden toe. Woehoe! Oké, dit is wel heel lame. Ik dacht van ik ga een vette drop in de Warzone maken. En dan, ja, kom ik hier op het...
terecht op het ding. Dat is de warzone. Ik kan hier natuurlijk mensen killen. En het coole is, als je iemand killt in de warzone, volgens mij ook als je mensen killt, heb je kans van een drop. Oké, deze gast is aardig ondergeerd, maar oké. Als je over oprolt, dankjewel. Hopelijk is het gelukt meteen. Dan heb ik meteen het bewijs laten zien. Hij had best wel, goed te pakken eigenlijk. Een goed PvP, die jongen. Hij had ook best wel een Charmus 2 zwaard. Dus dat was wel geinig. Oké, ik hoop we kunnen eten. Thanks. Ik neem even een golden apple, want ik heb er toch genoeg. Thanks. Dude, ik heb je net gekickt. Tief op. Hup. Weet je wat? Doe gewoon lekker zo. Doeg. Hij had een get wrecked easy quick drop flawless zwaard. Oké, dat klinkt heel leuk. Maar soms, als je iemand killt, kan hij zijn hoofd droppen. En dan kan je dus inderdaad mooi ophangen in je base, of hoe je het ook noemen wil. In ieder geval, dit is de warzone. Ik loop hier toevallig zelf vaak rond op de PvP'en. Vind ik hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk die elite kit, die is natuurlijk super sterk. En dat is super handig om te hebben dat het zo sterk is. Dus ja, daar loop ik vooral mee rond. En af en toe als ik wat spullen opraap, dan drop ik die boven op de spawn. Voor mensen die dat gewoon, ja, dat willen. Heb je ook bijvoorbeeld mensen, de helpers die hier zijn. En sommige helpers die doen dat ook. Wie is dat nou weer? Ploep. En ploep. En mis. Hoppa, raak. Fikken. De fikker in. Hé, dat is Roos. Nou, sorry Roos. Ik ga je gewoon killen, ja? Ik ga je gewoon killen. Ik wil je killen. Oh, ze rent weg. Boom. Oh, boom. Oké, ik ben echt een schele Harry. Echt een scare atser. Ik kan totaal niet schieten. Oh, ze stopt op eten voor me. In ieder geval, dit is inderdaad de warzone. Die kun je gewoon PvP met mensen. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En zo kan je eigenlijk in de warzone chillen en doen wat je zelf wil gaan doen. Zeg maar, hier kan je gewoon mensen killen. PvP, je mag bijna alles. Nou, ga je naar spawn. Op de spawn kan je gaan voor naar het wildernis te gaan. De wild, oftewel wildernis. In de gabas van de geen RTP, maar slash WILD, slash wild. Kom je ergens random geteleport in een spot in een random generated wereld. En je kan zien, het ziet er best wel sick uit. Echt random generated worlds. Het is niet zo'n standaard wereldje. En dit is hoe het er allemaal uitziet. Ik moet zeggen, fucking nice. Het is echt, het is goed gelukt. Ik vind het zelf heel mooi. En ik zie daar iets wat ik wil hebben. Namelijk sugarcane. Dat moet ik hebben voor mijn allereerste episode. Dus dat is eigenlijk die wat ik nu aan het maken ben. Want ik ga in de eerste episode vandaag, dat wou ik eigenlijk doen. Maar ja, hey, ik zie die ene mod aan heeft staan rechtsboven. Dat ik er niet heen kan, anders weet hij niet mijn koorts. En ik weet niet hoe ik hem aan moet zetten. Dus dat is hartstikke dom van mezelf. In ieder geval, ja, ik moet even sugarcane hebben, want sugarcane is heel erg handig voor de sugarcane farm. En sugarcane farm levert geld op. Dat is dus hartstikke slim. De server is ook net pas online natuurlijk, vandaag online gekomen. En want ik wil graag, als je een bug vindt, als je iets vindt waarvan je denkt, hé, dat klopt niet helemaal. Meld het me even in plaats van dat je het voor je gaat houden. Want als je het voor je gaat houden en we komen erachter dat je het misbruikt hebt, geabused hebt, krijg je gewoon een permban. Zonder pardon, dan kan je huilen, schoppen, boos doen wat jij wil, maar jij hebt geen... Hé, hey, dat is iets leuks, want dit heet een lucky sword volgens mij. Dit is hier ook, een lucky sword. Deze kan je vinden, dat is inderdaad 9.5 damage, genaamd een lucky sword. Die kan je vinden, wow, sharpness 1, fire aspect. Die is fucking sterk. Die kan je vinden in een van de muren af en toe. Dat is een lucky zwaard, dan kan je gewoon geluk hebben. Heb je gewoon een diamond zwaard extra gekregen, gratis van de server. Zodat je meer kan pvp'en. Zo werken wij. We willen gewoon dat mensen veel pvp'en. Want dat is wel hetgene waarom mensen factions spelen, toch? In plaats van alleen maar minen de hele tijd. Dat is wat mensen factions niet leuk vinden om te doen. Dus dat gaan ze dus ook niet doen. Nou, dat soort dingen zijn allemaal in de server stopt. Ik zou zeggen, kom lekker spelen op play.rotjochie.nl. En ja, vind lekker een base voor jezelf. Hoe kun je ook weer een base zoeken? Slash command. Nee, hoe heet het ook alweer? Slash base of zo? Ja, hoe heet het nou, als je weer de base gaat zoeken? Ja. Slash factions? Nee, dat is... Ik ben op de server, ja, dat weet ik. Oké. Ja, dat is lastig. Ik weet niet wat die command... Wat is ook alweer de command om factions te tracen? Dan kan je zeg maar volgens mij zien waar de factions zit. Dat is wel iets handig om te weten. Dat wil ik zien. Met die plusjes, weet je wel. Slash F map. Juist, dankjewel. Slash F map. En je ziet nu mensen nu helemaal leeg. Bedankt. Slash F map, dan kan je zoeken naar mensen in de factions. Als je dan op een gegeven moment streepjes ziet erop, dan zie je de naam van zo'n faction. Dan kan je ze zoeken. Dus in mijn geval, wat doe ik nou? Bedankt. Slash factions. Nee. Hey. Slash F map, die moest ik hebben. Mij zie je dus nu helemaal niks. Dat is dus het ding. Ik kan ze nu nog, op dit moment kan ik ze niet vinden. Dat is hartstikke halen. Ja, gewoon kloten. Ik heb op dit moment helemaal niks. Dus dat is... helaas geen faction in de buurt. Dus kun je gewoon lekker rustig gaan minen of doen wat je wil doen. Ik ga denk vandaag, voor deze episode ga ik denk het meeste... Mijn faction is nu enemy met Wenkies. Oh, Wenkies wilt vechten? Oké, okay, is cool Wenkies. Kom dan. Ik ben in de warzone, Wenkies. Jullie mogen allemaal komen vechten in de warzone. Jullie zijn allemaal welkom. Jullie mogen allemaal komen in de warzone. Vind ik hartstikke gezellig als je hier ook komt.
Wie komt er een feestje zetten in de Warzone? Nee, in ieder geval, kijkers, ik ben dus heel veel in de Warzone te vinden. Yo, Smissy. Helemaal. Oh, dit is zielig, man. Dus doet een hele slechte keer en dan wilt hij vechten. Oh, dat vind ik zo gemeen. Van mezelf. Oh, daar komt zij weer. Ik ben je zat. Hup. Zo. Nou was het wel twee keer raak. Er ligt gewoon een gear van iemand die weinig gear had. Dus ja, dan moet je dus niet in de Warzone gaan. Lieve kijkers, alsjeblieft. Ga niet in de Warzone komen als je slechte gear hebt. En please, doe dat niet. Ook voor de mensen. Ik had ook een keer mijn oude server toen. Ging ik een keer dit spelen, Factions. En toen... Ik was natuurlijk staf. En toen kwam iemand heel boos aan me toe. Ja, ik fuck deze server, want ik word gegriefd. En dan denk ik van, nigga. Tuurlijk word je gegriefd. Oh, yeah. Oh yeah, oké, okay, ze gingen met 2 tegen 1, maar oké, okay. Dat was raar. oké, okay. Wat je wel kan doen in ieder geval is een kit starter. Dan kan je je kit starter nemen, dat is de starter kit die iedereen heeft. Dat is dus inderdaad de Iron Gear met, als het goed is, een diamond sword. Hé, hey, vriend, dief is op. Waarom word ik zo hard geslagen? Ik kan hem niet eens raken, wat is dit voor raars? Broer. Streef me gewoon eruit zonder gear. Wat is het probleem? Maar in ieder geval, ja, dan krijg je dus de Iron Gear. Dus deze dingen. De starter gear en een starter sword van stone. En een lucky sword, dat soort dingen. Wat ik vaak dus doe, ik ga dus zelf vaak, als je op de server komt, play.rotjoch.nl. Houd in de gaten als ik kills maak, want dan ga ik zoals dit doen. Ga ik naar spawn, ga ik in fly, dan ga ik vliegen. En dan ga ik wat gear droppen in het begin. Dus in die gear direct bij ease quick drop ofzo. En jeetje wat, ik gun deze jongen ook wel iets ofzo hier beneden. Boep, lucky sword. Op die manier ga ik het dus doen. Op deze manier ga ik te werk. En op deze manier gaan we dus inderdaad hartstikke veel plezier maken op deze server. Volgende episode ga ik wel echt beginnen met Factions. Ik was meer even laten zien dat Factions bestaat op mijn server. Vorige keer hebben we een server toertje voor de survival. Ook die staat aan natuurlijk. Kijk, als je naar survival gaat, ga je naar survival toe. Woo! De Joske is laatst verbleven in survival. De survival wereld, een stadje wat ik gisteren liet zien. Of eergisteren in de video. Of weet ik veel wanneer die online komt deze video. Maar in ieder geval deze stad heb ik toen laten zien van die lieve kijkers. Je ziet al, ze zijn weer een heel stuk verder. Het is nu wel echt lekvrij. Het gaat hier een stuk beter als eerst in ieder geval. Dat is dus een stuk fijner. Dus een server die draait als een tierenlier. Ik ben heel tevreden. Dus dat. play.rotjochie.nl. Lieve kijkers van het goede leven. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik zie je graag in de volgende video. Laat het maar eens zien. En natuurlijk. Peace!